De eerste paar dagen, dan, als we dan in bed lagen, dan zei ik wel tegen mijn man van, schat, ik ga niet dood, hè. Dan zei hij, nee joh, je zou toch altijd bij me blijven, dus jij gaat niet dood. Dat zijn eigenlijk de momenten waar ik wel bang ben geweest. Wat mijn longarts betreft was de diagnose ook wel meteen duidelijk. Er zat een vlek op de foto waarvan ze eigenlijk met 99% kon zeggen dat het er niet goed uitzag. Ja. Longkanker. Longkanker. Wat gebeurde daar met je? Ja, er flitsen dan op dat moment eigenlijk allerlei dingen door je hoofd. Mijn man, mijn kinderen, mijn ouders. Het haar op je hoofd, wat misschien heel stom klinkt. Dat zijn de dingen die als eerste door je hoofd heen flitsen. Ja. En verder? Ja, en verder ga je eigen rot voelen, schuldig voelen. Je rookt al jaren. Op ieder pakje zegt het is slecht voor je, het kan longkanker veroorzaken. Maar je denkt nooit dat het jou gebeurt. Daar komt het eigenlijk op neer. Heb je ook bijvoorbeeld wel eens de reactie gehad van kind, het is heel erg voor je, maar het is je eigen schuld? Ja hoor. Als je dan zei van, ben je ziek, Simon? Ja, ik heb longkanker gehad. Oh, maar je rookt toch? Was het ook dan meteen daarna? Ik was gestopt dat ik het ziekenhuis inging. Ik heb 3 weken daarna was ik nog gestopt. En daarna ben ik toch weer gaan roken. Het is niet waar. Ja. Hoe kan dat nou? Nou ja, dat begon eigenlijk met een sigaret. Om te kijken, kan je nog roken als je bent geopereerd aan longkanker? En dat kon heel goed. En dan ben je een paar maanden verder en dan denk je, ben je gek of zo? Je hebt de dood in de ogen gekeken en je pakt gewoon weer een sigaret. Ja, het is natuurlijk ook zo verslavend roken. Daar hebben mensen ook geen idee van als ze eraan beginnen. Ik heb zelf kinderen, die roken ook. Ondanks dat ik zo ziek ben geweest, wordt er toch doorgerookt. Ze hebben gezien wat ja. Het veroorzaakt. Ja. Maar ze gaan gewoon door. Ja. Kijk, als jij pure tabak rookt, zal waarschijnlijk ook niet goed voor je zijn, maar door alle stofjes die er toe worden gevoegd in een sigaret, maakt het natuurlijk extra verslavend. Ja. En het mooie ervan is, vind ik eigenlijk, is dat de overheid is dan wel bezig en coffeeshops moeten dicht, want het is verslavend en bladibladibla. Maar de tabaksindustrie laat ze natuurlijk mooi doorlopen, want ja, daar verdienen we natuurlijk zelf genoeg aan. Ja. Weet je, dat is eigenlijk ja, het schijnheilige van wat er in Nederland gebeurt natuurlijk. Het nare ervan is op het moment dat jij beslist en voor je eigen een standpunt maakt van oké,
nu ga ik niet meer roken, is dat je overal om je heen zie je sigaretten. Echt overal waar je komt, kom je, je ziet die sigaretten. Maar als je snapt waarom je rookt, dan kan je die tabaksindustrie kan je zeggen van nou, jongens, ik weet nu hoe het in elkaar zit en ik ga daar niet meer aan meedoen. Hoe verslavend het ook is.